je zou door zo'n trein die veel te hard zou gaan, zou je misschien wel allerlei ziektes kunnen oplopen. Of het vee zou zure melk gaan geven. In 2019 bestaat het spoor 180 jaar. En bij ProRail vinden we dat een mooi moment om terug te blikken. In deze aflevering blikken we terug naar de tijd waarin het allemaal begon. Nou, we staan hier echt op historische grond, want dit is waar het eerste station van Nederland stond. In Nederland waren er al vanaf 1834 ongeveer plannen om een spoorweg te realiseren. In de 19e eeuw waren er verschillende manieren om te reizen. Per paard en wagen of per diligence. En je had natuurlijk ook de trekschuit. En Nederland had heel veel vaarwegen. Dus waarom zou je spoorlijnen aanleggen? Bovendien waren er mensen die zeiden, ja, hallo, ik ben herbergier, ik ben koetsier. Als er een trein komt, dan betekent dat het einde van mijn broodwinning. Maar het allerbelangrijkste was dat investeerders dachten, ach, dat levert toch geen rendement op. In 1837 werd er een concessie gegeven voor een spoorlijn tussen Amsterdam en Haarlem. En daar kwamen de investeerders eindelijk wel op af. Er was een discussie in Nederland en in Engeland over de breedte van de spoorlijnen. In Engeland was het Stevenson, die zei je moet zo'n normaal spoor gebruiken van 1,5 meter breed. Maar er was ook Brunel, een groot ingenieur, die zei nee, je moet een veel breder spoor aanleggen van minstens 2 meter. Nou had je in Nederland een ingenieur van Waterstaat, de hoofdingenieur, meneer Goudriaan. Die is naar Engeland geweest en hij zag hoe fantastisch Brunel het werk verrichtte. En hij was overtuigd dat dit de goede breedte was voor het Nederlandse spoor. En we zijn hier bij een replica van het eerste station van Nederland in het Spoorwegmuseum. Station Deen-onder-het-Roe in Amsterdam. Van hier vertrok de Arend samen met een andere locomotief, de Snelheid, in 1839 van Amsterdam naar Haarlem. Nou, in die 9 rijtuigjes, daar reden allemaal notabele en belangrijke mensen mee. Er was een fanfare en er was groot feest. En dat allemaal omdat het de eerste rit in Nederland was met de trein. Ja, we zitten nu in een tweede klas coupé. Een kaartje daarvoor van Amsterdam naar Haarlem kostte 80 cent. Als je ietsje luxer wilde zitten, dan kostte het 1 gulden en 20 cent. En voor heel veel mensen in Nederland was dat toen best veel geld. Dat was eigenlijk je dagloon. De meeste mensen in Nederland die namen niet de trein. Ja, we staan nu bij de spoorbrug over het Spaarne. En dat is eigenlijk een hele gewone brug. Ik wou dat ik naar 1841 terugkom. In die tijd stond hier namelijk ook al een brug en die was ontworpen door Frederik Willem Conrad. En dat was destijds de eerste deels gietijzeren brug van Nederland. En er waren nog veel meer bijzondere kenmerken van die brug, want je kon hem namelijk open draaien. Hij stond eigenlijk de hele dag stond hij open, dus het scheepvaartverkeer kon er gewoon doorheen. Alleen als de trein passeerde 8 keer per dag, dan werd hij dicht gedaan en dan kon de trein er overheen rijden. Na de allereerste spoorlijn kwam er nog een andere particuliere spoorwegmaatschappij die een spoorlijn tussen Amsterdam en Arnhem aanlegde. Maar toen werd het een beetje stil en toen besloot de overheid zich ermee te gaan bemoeien. Toen groeide het spoorwegnet heel hard en werden alle steden in Nederland met de trein verbonden. Op het moment dat er aansluitingen kwamen met het buitenland, werd het echt een probleem om breed spoor te hebben. In het buitenland lag namelijk normaal spoor. Ja, en in Nederland was het enige land met breed spoor. Toen werd besloten, Nederland gaat toch maar over op normaal spoor. Het is zeker niet zo dat de komst van de trein een revolutie betekende in het leven van de meeste mensen van Nederland. In 1860 lag er nog maar 300 kilometer spoor. In 1870 lag er al 1400 kilometer spoor. Op dit moment ligt er 7000 kilometer spoor. Dat is wel te verstaan dubbelspoor, dus eigenlijk gaat hij heen en terug. Dus dat is 3500 kilometer. De rol van de trein in het dagelijks leven is enorm veranderd ten opzichte van 180 jaar geleden. Als je bedenkt dat vroeger mensen sceptisch waren over de trein aan zich. En nu zien we dat er 1,2 miljoen reizigers per dag de trein gebruiken. Over 400 stations. In 2030 verwachten we een reizigersgroei van 30%. Dus dat is echt een enorme opgave voor onze huidige spoorinfrastructuur. Het antwoord is dan niet gelijk meer sporen aanleggen. Het is slimmer omgaan met data, meer spreiding, meer faciliteiten bieden zoals zitplaatsen, maar ook plekken waar je kan recreëren, plekken waar je kan ontmoeten. Waardoor het station een veel belangrijker element wordt in je reis dan alleen maar de opstapplaats voor de trein.